Oh. Oeh, kijk, mijn arm gaat helemaal omhoog. Kijk, hè. Ik krijg een... Huh? Pittige mayonaise. Pittiger dan het haar, weet dat. Bram stijgende staaf. Koffie is iets wat je graag drinkt. Ze zijn gewoon altijd reep aan elkaar. Echt? Nee, wat gebeurt er? Ja, ik wil even laten zien. Ik kreeg gisteren, eind van de middag, begin van de avond, een appje van een vriend van me, die ik al heel lang ken, waar ik af en toe wel eens koffie mee ga drinken, met de vraag, hey, beetje last minute, maar heb je tijd en zin om morgen even koffie te drinken? Nou, bij mij gingen meteen alle alarmbellen af. Ik weet niet hoe jullie dit horen, maar ik denk gelijk, hier is iets aan de hand. En het is of iets heel ergs, of het is iets heel leuks. In de categorie zwanger, trouwen. Ik snap alleen niet goed waarom het dan zo belangrijk is dat ik dat nu meteen weet. We gaan vanmiddag om 1 uur even koffie drinken. Ja, en ik weet dus niet of het vlogbaar is. Want als het heel erg vervelend nieuws is, uiteraard niet. Als het heel erg leuk nieuws is, dan is het aan hem of hij dat in de vlog wil vertellen. Maar ik vond vooral wel bijzonder dat in principe de vraag, heb je zin en tijd om morgen even koffie te drinken, is een hele normale vraag. Maar door de manier waarop en de context en hoe we normaal gesproken afspreken, voel ik in één keer een soort urgentie erachter zitten. En misschien heb ik hem nog helemaal ingebeeld. Hè? Is het gewoon voor de gezelligheid? Of is hij toevallig in de buurt? Of zo. Maar dan zou je dat erbij zeggen, toch? Ik ben in de buurt. Wil je even koffie drinken? Verder ga ik vanavond Sinterklaas vieren bij Martijn en de kinderen. En ik moet dus nog even mijn surprise de laatste hand aanleggen. Ja, ik kan hem helaas niet aan jullie laten zien, het eindresultaat. Want ja, ook dat is eigenlijk iets te persoonlijk. En ik ben bang dat ik er toch wel wat mensen, wat kijkers mee zou beledigen. Vanavond weer de adventkalender van Bonnie. En verder zien we wel wat de dag brengt. Helemaal niks aan de hand. Het was gewoon een gezellig spontaan koffiedrinkmoment. Ik dacht echt, of hij heeft niet lang meer te leven of hij krijgt een kind. In het laatste geval snap ik niet waarom hij me dat persoonlijk moet vertellen. Ja, alleen als ik de vader zou zijn misschien, maar die kans lijkt me behoorlijk klein. Hij wilde alleen liever niet in beeld omdat hij eigenlijk aan het werk was. Maar het was heel erg gezellig. Heel lekkere koffie gedronken. Dan is dit een goed moment om te gaan kijken naar een nieuwe aflevering van... Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Brams Geldmeter. Nou, er zijn echt veel leuke suggesties binnengekomen voor een nieuwe naam. Ik zal even een paar toppertjes met jullie delen. Money Meter in plaats van Geldmeter of Money Meter. Ja, de alliteratie is wel leuk. Of Cent-E-Meter, die vind ik grappig. Euromaat, Geldberg, Knakenknaller, Miljoenenjacht, Brams Budgetmeter of Brams Barre Budgetmeter, like it. Betaalbarometer, Brams Money Meter, Bram beunt bij. Ah, jullie houden ook wel van alliteraties. Brams Geldlaatje of Geld in Brams Laatje. Prettige cashdagen, die vind ik echt nice. Prettige cashdagen. Brams Belastingboom, hoe Bram aan het geld kwam. Rijmen is ook altijd goed. Brams Moneymaker, Brams Geldgoals, de aflossingmeter, Brams Belastingbattle of Bram budgeteert. Brams Piekenpaal, Brams Stijgende Staaf. Help Bram de winter door. En de laatste, Brams Geile Geldgroeier. Oké, nou, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik houd nog heel even bij Brams Geldmeter werktitel. Vandaag is een beetje een magere aflevering. Ik hoop dat ik volgende week lekker veel dingen op Marktplaats ga zetten. Dus dan blijft er iedere dag, nou tenminste als ik dan dingen verkoop, komt er iedere dag iets binnen. In de volgende vlog heb ik een hele goede aflevering met weer een speciale gast. Het enige wat er vandaag te melden is... Is weliswaar een heel mooi, fijn en van harte welkom nieuw lid van Team Kijk Maar Even. Irene is jaarlid geworden in Level Unicorn. Dat is het allerhoogste level wat er bestaat. Dan ben je echt een heel goed mens. Nee, ik vind het echt super lief, Irene. En er komt in één keer 110 euro bij. Dankjewel en door met de vlog. Omdat ik niet precies weet hoe de avond zal verlopen, doe ik nu vast even de adventkalenders. Begin met de Rittersport. Vakje nummer 2. Dat is deze schattige kerstsok. En dat is een gele en dat betekent cornflakes. Is dat lekker? De Haribo kalender. Nummer 2. Dat is de moeilijkste kalender ooit.
De cijfers zijn zo moeilijk. Oh, letterlijk het eerste vakje. Hey, gummiberen. Nou ja. En ik mag ook weer een pakje uit Bonnie's adventkalender pakken. En daarmee ben ik al bij pakje 3. Oh, dat is een heel grote. Zo. Huh? Wat een groot pak. Wat is dit nou? Prosecco Pong. Is dat een soort high... Oh, en dat voor maar €4,99, zou mijn oom zeggen. Een soort high class versie van bierpong. De set bevat 12 bekers en 6 ballen. Onze pingpongballetjes. En allemaal plastic Prosecco glazen. Die neem ik mee op het Bosbabes weekend. Dat al volgend weekend is. Gaan we Prosecco Pong doen. Nou, nu ga ik even een klein disco-dutje doen. Cadeautje inpakken en dan naar Martijn. Fakka. Hey. Oh, het is hier allemaal kerstig. Goed hè? Ja, en Sinterklaas. Ik heb nog een beetje... Oh, gelukkig. Zijn die netjes? Ja. Was er een dresscode? Nee. En heel erg Avril Lavigne. Echt cool. Zie je wat het kennen hoor. Leuk dat ik Sinterklaas mag komen vieren met je. Ja, ik vind het ook eer, maar ik vind het ook heel leuk dat je wil komen. Ja, lang geleden dat ik een surprise heb gemaakt. Ja, voor mij ook. Even iets voorleggen. Ik kreeg gisteren begin van de avond kreeg ik een berichtje van een vriend van me. Hij schrijft, hey, beetje last minute misschien. Maar heb je morgen tijd en zin om even koffie te drinken? Klinkt dit in jouw oren alsof er iets aan de hand is? Ja, maar ik ga altijd uit van het ergste. Dat kan ook aan mij liggen. Ja. Als iemand zegt, heb je even, denk ik, oh my god, ik heb kanker. Ja, wat vind jij? Op zich, de woorden zijn... Welke connectie je hebt met hem? En de woorden zijn vrij neutraal, alleen wij zouden nooit last minute afspreken. Daarom was ik misschien... Dan zeg je, hey. Maar, wat is er? Maar er was dus niks aan de hand. Niet? Helemaal niks. Maar... Ik dacht misschien, ik zou als ik zoiets krijg, zou denken, ik heb iets verkeerd gedaan. Zou ik denken. Ja, maar er was helemaal niks. Maar goed, het lag niet helemaal aan mij dus. Nee, dat lag niet aan jou. Okay. Ik had echt al... Maar ik denk ook vaak het ergste inderdaad. Ja. Pittige mayonaise. Pittiger dan het haar, weet dat. Is het echt zilver? Nee, er komt nog een soort heel mooi ergonomisch laagje overheen. Oh. Ja. Ik vind het ook mooi hoe die hier zo helemaal... Ja. Als een soort Dali-achtige... Ja, ze kunnen alles mee doen. Dus hij heeft ook al die kant op gestaan en zo. En dan moet je dus, waar andere mensen bij zijn, nou eet eens iets. Een boterham. En dan moet je zo een boterham, er liggen potten pindakaas en zo. En je moet een soort meeneemtasje bij hebben eigenlijk, dat je hem zo... Ja, als je een handicap hebt, dan heb je gewoon allemaal hulpmiddelen en dat is gewoon nooit bij. Okay. Leuk, je hebt speciale tasjes voor aan de rolstoel. Ja, voor je vork. Ik doe het wel zonde, ik doe het echt zonde. Hallo allemaal en welkom bij deze Carrie Mayonnaise Reveal. Dit is de officiële fles natuurlijk voor als je hem wil kopen. Je moet hem eigenlijk met twee handen doen. Dat is een beauty. ASMR eventjes. Ja. Je hoort ook deze hele mooie klik zo. Je hoort het maar niet, hè? Valt auditief gezien een beetje tegen. Dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Ja. Maar, qua smaak? Maar hier zijn alle ingrediënten. Als je snel kan lezen, doe maar niet. Zo ziet het eruit. Ja? Ja, geel. Bismillah, of hoe je dat ook zegt. Ja. Nou, ik ken deze smaak. Smaakt een beetje naar curry mayonaise. En dus kreeg jij nu, aardslui kind, iets wat jij echt geen bal aan vindt. De ballen. Sint-Nicolaas. Oh. Oh. Gadver. Met een piepklein gouden lintje voor zijn, nou ja, wat is dat? Sinterklaas ontstak in woede, want die foto was beklad. Lieve Nova, Sinterklaasdag, what the fuck. Ze is nog zuiniger dan Dagbert Duck. Nice. Ja. Nu ben je echt... Avril Lavigne gewoon, to the max. Nu is de outfit af. Ik kan het alleen niet zien. Dit is echt gewoon, ik dacht dat ik er vroeger uitzag in de jaren 90. Kijk. Oh, heel mooi. Kijk. Sint zat eens te denken wat hij jou zou schenken. Koffie is iets wat je graag drinkt. Maar kun je je cadeau snel uitpakken
voordat Mika weer gaat kakken. Zo, die zinnen zijn goed ingevoerd, hoor. Echt goed. Staat allemaal in het grote boek. Oh. Oh, hij is er. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Een mooie mop. Die ga je natuurlijk nu wel elke dag gebruiken. Zeker. Let her be. Let her be. Oh. Een camera kersthang. Kerstboom. Kersthanger. Hey, ben je vlotte? Dit zijn gewoon maaltijdrepen aan elkaar. Echt? Dit zijn maaltijdrepen. In de vorm van de letter M? Ja, nu kan ik gewoon een chocoladeletter eten. Nou, wat leuk. Dit is dus je echte surprise dan. Wie gaat het op school? Ja, goed. Goed, joh. Alleen maar achter. Dit heb jij al. Tijn, wat gebeurt er? Nou, ik wil even laten zien hoe... Dit is een heel mooi apparaat, een tensapparaat. Eigenlijk is kwakzalvrij, want het heeft geen bewezen werking. Nee. Maar het leidt wel af van de pijn. Het geeft een soort prikkels. Waardoor je dus de pijn in je knie niet meer voelt. Zo, kijk, deze hier. Kijk, en dan nu druk je op plus. Dan gebeurt niks, gebeurt niks. Oh, nou voel ik hem. Oei, oké. Dit is dan standje 23. Ik zal het je weten voelen. Ja? Ja, dat ik doe wel net wat die verpleegkundige bij mij deed. Want dat is van de pijnpolie. Het is echt iets. Kijk, ben je erg kleinzerig of... Nee. Ben je goed verzekerd? Oké, dan moet ik hem aanzetten. Is het weer een schokje of nou, daar komt hij. Nou, ben je, zeg maar als je iets voelt. Oh ja. Gaat het nog? Ja, het gaat goed. Het voelt alsof... Alsof je elleboog hebt gestoten en je weet zo'n telefoon... Tinteling. Ja, ja, zo'n tinteling, ja. Het is wel wat pittiger. Dus was 13. Zeg maar tot waar het kan. Zo. Jij had dat met op 35 of zo? Ja. Zo, is het nog te doen? Niet goed hoor. Nee? Nou, het gaat er wel. Nou, dan nog twee tandjes hoger. Jawel. Zo, dit is 20. Oh, wat voel je? Het voelt net of je een soort schaafwond hebt en met een handdoek overheen gaat. Ja. Ja, het is ook wel lekker. Ja, toch? Ja. Oh. Oeh, kijk. Mijn arm gaat helemaal omhoog. Kijk. Ik krijg er... Huh? We kijken, is het wel goed? Ik heb dit nog nooit zo gedaan. Dus ik krijg je hand. Ik krijg je hand. Nou, ik moet zeggen. Het is goed. Huh? Oh. Wat gek. Ik heb hem stiekem nog een paar tikjes omhoog gedaan. Zo! Zal ik hem lager zetten? Echt alsof het ergens tegenaan duwt. Nou, het is ook wel lekker hoor. Een beetje pijn is wel fijn. Alsof iemand zo'n prikkeldraad bij je doet. Oh! Dit is echt heel hoog. Maar dit is wel alsof ik mijn hand in stopcontact heb gestoken. Ja, ik zou het niet te lang doen. Nee, ik denk dat we maar... Ik denk dat je een lichte zenuwschade hebt, gedaan? Maar... Ik heb zo'n ding voor andere dingen. Knip dat maar uit. Doei. Ik vond het heel erg leuk. Mika, vond jij het ook leuk? Ja, we begonnen met fucking leuk. Piep. Dag. Doeg. Like en abonneer eventjes allemaal op Bram de Wijs. Zo dagelijks mogelijk een vlog. Hij probeert het natuurlijk. Hij doet heel erg zijn best om zo'n leuke vlog te maken. En hij wil dat graag voor jullie zo houden. Dus als je hem even volgt, dan kan je elke vlog van hem bekijken. Dan hoef je niks te missen. En het is ook nog eens gratis, jongens. Ja. Nou, het was een hele gezellige avond. En verder sluit ik me aan bij alles wat Mika zei. Dankjewel voor het kijken. En misschien zie ik je morgen weer. Kijk maar even. Doei. Ik heb een uitleg van een uur gehad, maar ik dacht ik kan het ook wel zo bij jou doen.